De nieuwe coalitie in de gemeente Groningen moet gaan bestaan uit GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de Partij van de Arbeid. Die partijen vinden elkaar op een sociaal en groen programma. Dat zegt informateur Ineke van Gent. Het college wordt ook groter, misschien wel 7 wethouders in plaats van 5. Van Gent en de deelnemende partijen konden vandaag niet reageren. De SP viel af omdat de partij veel kritiek had op de huidige partijen. Zij zegt dat zonder de SP het college niet echt progressief is. Wij vinden het heel teleurstellend natuurlijk. Een partij die de verkiezingen ingaat met als leus verandering begint hier. En dan nu eigenlijk gewoon kiest voor D66 en weer 3,5 jaar voortmodderen op dezelfde weg. Wij hadden graag met de linkse partijen gezegd, we gaan het echt anders doen hier in de stad. We gaan dingen als zorg, woningen, klimaatzaken gaan we niet aan de markt overlaten, maar gaan we als overheid goed regelen en verder gaan democratiseren. Het is teleurstellend dat dat te progressief is voor GroenLinks. GroenLinks gaf aan de stad over links te willen besturen. Over links zonder de SP kan volgens mij niet. Ze zeggen ook, wij gaan liever met D66. Een partij die sociaal-economisch gezien toch echt rechts is, liberaal is. Dus dan kun je niet spreken van het meest linkse en progressieve coalitie. Er was twijfel of de SP de bestuurlijke verantwoordelijkheden wel aankon. Wij hebben in de 2 bestuursperiodes in 3 coalities gezeten, waarin wij altijd een goede partner waren, waarin wij ook moeilijke dingen hebben moeten doen. Dat is een periode waarin er veel bezuinigd moest worden. We hebben altijd laten zien dat we kunnen besturen, dus dit is echt erbij gezocht. De partij trok samen met D66 de stekker uit de tram. Misschien speelt op de achtergrond nog dat tramverhaal mee. U heeft samen met D66 de stekker uit de tram getrokken. En wonder wat, de tram staat weer op de agenda. Is dat het misschien? Ja, maar die redenering volgende zou D66 er ook niet bij moeten zitten. En wij hebben klopt, we hebben wel gezegd. Met ons gaan we geen tram aanleggen. Dus kennelijk is de tram belangrijker dan links beleid. Ja, dat is een keuze die ik niet zou maken. Toch gaat de partij door op de ingeslagen weg. Wij gaan alle plannen van de coalitie natuurlijk op de inhoud beoordelen, maar daarnaast blijven wij vooral op de SP. Wij blijven langs de deuren gaan, we blijven met mensen actie voeren, of we nou in een coalitie zitten of niet. Of we nou onderhandelen of niet. Ik was vorige week nog langs de deuren in Selwert omdat we weer klachten over schimmel kregen. Dat zullen we gewoon blijven doen. Wij blijven het verhaal van de straat hier in het parlement gewoon vertegenwoordigen. De VVD viel af, want zij is niet duurzaam genoeg. En de Partij voor de Dieren had te weinig bestuurlijke ervaring. Ze komen eventueel toch in aanmerking, mochten de huidige partijen er niet uitkomen. Het beoogd college heeft een meerderheid van 25 zetels.